Mensen, welkom. Mijn naam staat hier achteraan, maar ik vind het altijd toch fijn als ik op het podium kom om mezelf even voor te stellen. Dus hoi, ik ben Kees. Hallo Kees! Oké, dat kan iets enthousiaster volgens mij. We gaan nog één keer proberen. Ik ga mezelf even voorstellen. Hoi, ik ben Kees. Hoi Kees! En ik heb een probleem. Of eerder gezegd, ik heb een vraag. Amerika. Als je rebellen met opzet tegen het regime door het geven van een opzet, en als je dan hetzelfde riedeltje weer opzegt, als er weer een dictatuur opzet, wat is dan je opzet? Ik bedoel, als je een gebied afzet om zijn omzet, en vervolgens het regime omzet door een afzet, en het dan bezet, is het bezet, dus heb je iets afgezet, maar ben je afgezet bij wie je hebt ingezet? Slechte zet. Dus nu voel ik verzet, wat mij aanzet tot de omzet naar inzet tegen bezet met opzet. Dat is namelijk iets waar ik me tegen afzet. Maar het gebeurt elke keer opnieuw. Het is namelijk een herhaling van zetten. Dankjewel. Ik wilde beginnen met een stukje wordplay voor jullie. Ik ga nu over naar storytelling. Zet even de mic standaard goed. En ik wil jullie namelijk het verhaal vertellen over een meisje dat werd gepest vanaf de basisschool. En zij was lief, mooi, knap, slim. Huppelde door het hele huis. Van haar wilde je eigenlijk het liefst dan een hele klas vol. Terwijl één meisje uit haar klas, die had het allemaal niet. Zij paste niet in de klas, waardoor ze zelfs in de pauzes de klas niet verliet. Want buiten op het schoolplein zou zij weer worden gepest door de rest. En natuurlijk waren er wel leraren, maar geen één die daarop let. Dus bleef zij binnen. Het andere meisje vond het zielig, ging bij haar zitten. En zo werden zij vriendinnen. Eerst gingen ze samen spelen, maar toen zij het ook nog echt voor haar begon op te nemen, werd ze geschopt, geslagen, bij haar keel gegrepen. Maar niemand mocht er iets van weten. School niet, haar ouders niet, want ze schaamde zich voor haar mening. Niemand had haar begrepen. Want het enige wat zij deed, was voorkomen wat zij deden. Ze wilde een meisje beschermen tegen pesters, en nu werd ze zelf gepest. Omdat een meisje van 9 dan met de gedachte begint te spelen om zelfmoord te plegen. Ze had alleen nog maar vragen. Maar het antwoord op die ene vraag, die ze nooit had gekregen. Niemand wist waarom ze dat nou bij haar deden. En een aantal jaren later zou ze nog een aantal van spreken. Maar die waren dat al lang weer vergeten. Dat noem ik een messteken in littekens. Maar ja, daar bleef het niet bij. Want de middelbare school stond alweer in de rij en er stonden mensen in de rij om haar het leven zuur te maken. Maar ja, zij was toch gewend, dus zij stelde ook geen vragen. Mentaal zo mishandeld, zij had geen eigenwaarde. Dus ze ging met jongens om die haar konden beschermen. En die hadden scooters, drugs en messen. Dus nu loopt een meisje van 13 opeens lijnen weg te werken om haar niet te voelen wat ze niet kan verwerken. En ook studiebegeleiding kon haar niet helpen, waardoor ze nog een extra jaartje mocht bijtellen. En haar ouders, die wisten van niets en bedoelden het allemaal goed. Maar daarin schuilt nu wel hun verdriet. Want het enige wat zij konden doen, is die kutbroer van toen toespreken. Want kwam ze thuis en had ze een broer die het allemaal niet had begrepen. Dus stopte het beste niet, maar werd onderdeel van haar leven. Ze heeft maar een overgegeven. Terwijl als je haar nu ziet, een grote sterke meid waarop je trots bent. En het heeft haar alleen maar sterker gemaakt, maar dat is toch eigenlijk niet de inzet? Iemand die altijd goed doet voor iedereen, altijd 100% om een ander geeft. Altijd alles goed bedoelde. Maar werd kapot gemaakt door de mensheid omdat zij niet kunnen voelen. En dan nog zo in het leven staan zoals zij doet. Want nog steeds doet ze voor iedereen goed en noem maar naïef, maar de hele wereld is fucked up, kon dat met meer zoals zij doen. Liefde geven in plaats van haat dragen.
Ook al heb je zoveel haat moeten wegpraten. Zij laat zien. Liefde overwint alles. En als ik dit zo opschrijf, dan is het misschien nodig dat ik nog een keer goed slik. Want als ik dit zo opschrijf, dan komen de tranen uit mijn vingers. Want die grote broer, dat was ik. Dankjewel. Onder performance is dat denk ik mensen hun verwondering over jouw talent laten zien. Dat denk ik wel, voor performance. Maar ook voor mij als persoon? Want je bent geen performer, weet je. Weet je, dan zou ik wel gaan voor mensen die verwondering hebben voor mijn talent. En dat gaat eigenlijk vooral de mensen dichtbij mij. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk, er zitten hier ook een aantal mensen hier aanwezig, ook een aantal sprekers. Bij wie ik het fijn vind als ze mijn talent verbonden. Dus daar zou ik altijd voor kiezen. Ik zal het doen. Dankjewel.